We gunnen onszelf allemaal wel eens de tijd en de ruimte voor diepere gedachten over ons leven die te maken hebben met die kernvraag. Is dit alles? Klopt het allemaal? We zoeken zelfs bewuste plekken op om zulke gedachten op te roepen. Niet alleen zittend rond het kampvuur, maar ook tijdens een weekje uitwaaien aan de Zeeuwse kust of een retreat in de Himalaya. Vaak lijkt het er wel op alsof we die gedachten vervolgens in een doosje stoppen. Alsof we tegen onszelf zeggen, mooi, nuttig, leerzaam die gedachten, ooit nog eens iets mee doen, maar nu weer aan de slag. Maar stel nou eens dat je die kampvuurvraag wel met je meeneemt naar huis. Eindelijk een boek over de vraag die iedereen zich minstens één keer zou moeten stellen.